Kan een blokkade ook komen omdat turnsters al op hele jeugdige leeftijd door coaches heel erg onder druk gezet worden? Daar kan zeker een samenhang in zijn, inderdaad. Onderschrijf jij al die klachten die nu boven komen borrelen, wat er allemaal in die sportzalen gebeurd is? Ja, weet je, het is een beetje lastig om te zeggen waar het exact het probleem door komt, natuurlijk. Ja, Suzanne, ik ga je even onderbreken, want er gebeurt daar iets. Ja, daar liep iets over de muis. Muis. Er liep een muis over de grond. Oh ja? Ja. De muis. Oh, die vangen we daar wel. Ik zag hem lopen. Ja. Ben jij bang voor muizen? Anders doet de voetjes maar omhoog, hoor. Geeft helemaal niks. Maak je paal af. Kan je zeggen, het sterft hier van de muis in. Nee, dat. Otterlo. Nou ja, een gollo van de wolven, dus ik vind de muis niet zo erg. Ze zijn hem nu aan het zoeken. Nou, maak je paal af, Suzanne. Nou goed, ik denk zeker dat de onpedagogische aanpak, zeg maar, wat heeft afgespeeld, dat er zeker ook een samenhang is met blokkades. Druk die een Simone Biles bijvoorbeeld voelt. Simone Biles heeft natuurlijk ook te maken gehad, hè, met seksueel misbruik en wat er in Amerika is gebeurd en naar boven is gekomen. Daar heeft ze ook mee te maken gehad. Daar is zij ook slachtoffer van geweest. Dus wie weet wat er allemaal aan de grondslag ligt. Hè? Dus dan is het ook extra knap dat zij vandaag uiteindelijk toch haar balkoefening laat zien en daar een bronzen medaille wint. En als je dat natuurlijk vergelijkt met 4 jaar geleden, waar zij met 5 gouden plakken naar huis toe gaat. Ja, wat is het dan om een bronzen medaille en een zilveren medaille te halen? Maar voor haar is dit misschien wel zo'n overwinning dat zij toch haar balkfinale heeft kunnen turnen. Dat het misschien nog wel een grotere overwinning intern voor haar kan zijn. Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronicainsight.nl. Weer rots.